Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag eventjes in een compleet andere setting, zonder make-up en zo. Want ik wil jullie graag laten zien hoe ik me klaarmaak voor de dag. Als je me maar een beetje kent, weet je dat ik echt altijd haast heb. Het maakt niet uit hoe laat ik mijn bed uitkom, hoe laat ik weg moet. Ik heb gewoon altijd haast. Ik weet niet hoe ik het doe, maar het gebeurt. En als ik dan zoals altijd haast heb, dan wil ik ook gewoon snel mijn make-up doen, snel mijn haar doen, snel een outfit aan. Dus dat wil ik je eigenlijk vandaag laten zien, hoe je snel en makkelijk een lekker fris gezicht hebt en gewoon snel goed voor de dag kan komen. En ik wil nu niet zeggen dat je per se make-up op moet hebben of per se je haar gedaan moet hebben. Wil je er fris en fruitig uitzien. Maar voor mij is het wel zoiets dat ik mij daar prettig bij voel en ik het er ook verzorgd uit vind zien. Dus ik doe geen lage make-up op en kijk, dat doe ik ook wel eens af en toe, want ik vind het ook gewoon heel leuk om met make-up te spelen. Maar meestal is het gewoon een dun laagje waar ik mezelf dan prettig bij voel en waardoor ik mezelf verzorgd eruit vind zien. Dus ik ga jullie lekker meenemen in dit proces. Altijd als ik mijn make-up begin, start ik met een basis. En dit is eigenlijk een hyaluronzuur. Deze vind ik heel fijn. Deze is van Vichy. En deze is qua prijs eigenlijk best wel redelijk betaalbaar. En dit is gewoon heel fijn. Het geeft gewoon echt een hele goede hydraterende basis. Daar doe ik meestal 3 pompjes van op mijn huid. Dan terwijl dit opdroogt, want dit blijft een beetje vochtig. Ga ik mijn foundation aanbrengen. En dit is een CC cream van It Cosmetics. En die breng ik dan zoveel van aan. Dit is echt niet heel veel. Maar deze dekt gewoon heel goed. En deze hydrateert ook. Want ik heb best wel een droge huid. Vooral in de winter. En dan vind ik dit product heel fijn. Ook omdat hij best wel goed dekt. En je hebt dan eigenlijk, als je net zoals ik niet hele donkere kringen hebt onder je ogen, al genoeg. En dan heb je eigenlijk geen concealer meer nodig. En dan blend ik dit in de huid met mijn Real Techniques Miracle Sponge. Achter iets. Zoiets. En dan doe ik eerst altijd ronddraaien. Om het een beetje te verdelen. En daarna ga ik het in mijn huid echt duwen, zeg maar. Ik pak ook altijd een klein beetje mijn oren mee. Vooral in de winter kunnen die nog wel eens rood worden van de kou. En dan zie je dat contrast heel erg. Nou, moet je kijken, wat een wereld van verschil. Met of zonder een klein beetje foundation. Je hebt echt niet veel gebruikt, maar het dekt gewoon super goed. En bij deze foundation is het ook nog eens zo dat deze een beetje zo'n, ja, niet echt een glans, maar het ziet er gewoon uit als je huid. Er komt een beetje een glow doorheen. Dus ja, ik vind dat zelf wel heel mooi. Vervolgens pak ik mijn wenkbrauwenpennetje en deze is van MAC. En deze heeft zo'n pennetje waar je dus heel goed haartjes mee kunt tekenen in je wenkbrauwen. Dus dan kun je hele natuurlijke wenkbrauwen mee tekenen. En ik hou daarvan. Ik ben eventjes iets dichterbij gekomen zodat je het beter kan zien. En hier kun je dus inderdaad zo heel mooie haartjes mee tekenen. Ik weet niet of dat je heel goed verschil kan zien, maar deze is iets voller en gepolijster. En deze is nog een beetje warrig. En ja, dit warrige gaat me zo meteen ook nog een beetje bijwerken hoor. Maar dit is alleen natuurlijk iets met het pennetje. En dan pak ik vervolgens de zeep van de HEMA. Dit is zo'n glycerine zeep geloof ik. En deze kun je gewoon in een 3-pak kopen geloof ik. En hier ga ik mijn wenkbrauw mee doen. Let op. Ik pak eerst Fix Plus. Maar je kunt hier ook makkelijk water voor gebruiken. Want je doet het hier gewoon op. 3 keer sprayen of zo. Het is maar net hoeveel je erop doet. En dan pak je zo'n kwastje. Dit is gewoon zo'n wenkbrauwspoelie dingetje. En die haal je dan door dat natte heen. En dan duw je je wenkbrauw zo naar boven. Ik moet hier even een spiegel voor pakken, want ik zie dat dit al helemaal heftig wordt. En dan kun je ze zo dus heel mooi naar boven duwen. En dat doe ik omdat als ik nu het verschil zie, laat zien, vind ik dit, ja, dat lift meer je oog, zeg maar.
En ik vind ook leuk dat ik er gelijk een stuk wakker eruit zie aan deze kant. Het zal wel in mijn hoofd zitten, maar... Zo, en nou zijn alle twee mijn wenkbrauwen gedaan. En ik vind het gewoon heel natuurlijk wel. Alleen ja, je ziet toch wel gewoon dat er iets aan gedaan is. En ik vind dit ook gewoon, ja, net iets gepolijster, zeg maar. Dan ga ik even snel mascara aanbrengen. En ik gebruik de Paradise Ecstatic van L'Oréal Paris. En ik doe een tweede laagje aanbrengen met de Benefit Roller Lash. Dit is een mini. En dit was even om te proberen. Maar ik vind dit echt wel een hele fijne mascara. Deze hebben ook gewoon een compleet ander borsteltje. Ik ga het even showen aan jullie. Kijk, want dit is dus die L'Oréal Paris dingen. Die goedkopere. En deze vind ik heel fijn omdat die dus heel veel producten afgeeft. En dit is die van Benefit. En deze heeft zeg maar allemaal van die tandjes. En die separeert de wimpers dus heel mooi. Dus ik ga nu één laagje van die van L'Oréal aanbrengen op allebei het oog. En daarna ga ik eroverheen met die van Benefit. En een makkelijke tip vind ik, ik heb mijn spiegeltje zeg maar onder me. En dan kijk ik naar beneden en dan breng ik mijn mascara aan. Want dan krijg je minimaal, ik heb het alsnog, want ik heb best lange wimpers. Dan krijg je minimaal zeg maar dat het gaat stempelen aan de bovenkant. Maar daar heb ik ook een tip voor, zometeen. Dit is dus met een laagje van die L'Oréal mascara. En dan ga ik er nu overheen met deze. En hier haal ik eigenlijk al het product wat hier extra aan zit, aan die tandjes, haal ik er eventjes van af. Want anders wordt het echt zo'n, ja, te veel mascara op mijn wimpers. Zo, en dit is dan nog met een extra laagje van de Benefit mascara. Dan ga ik nu altijd eventjes verder met de bronzer. En dan komen we straks nog eventjes terug bij het oog om dit eventjes te fixen. Laat het eerst altijd eventjes drogen aan de lucht. En voor bronzer gebruik ik altijd de Hoola bronzer van Benefit. En dan pak ik gewoon zo'n kwast, zo'n schuin afgesneden kwast. Deze is best wel grof. En die breng ik dan zo aan. En die moet ik zo meteen nog wel even blenden hoor. Mocht je nou net zoals ik iets te veel aangebracht hebben, dan kun je altijd je spons nog gebruiken om die lijn iets meer te, ja, zachter te laten worden. Want hier zit natuurlijk nog een beetje foundation op, dus dat kun je natuurlijk heel mooi gebruiken om het te corrigeren. Zo. Deze kant ook een beetje. Zo, dan heb je toch wel iets van kleur in je gezicht, maar niet gelijk zo'n hele strakke lijn. En ik doe hem ook altijd nog een klein beetje hier. En wat we dus nu ook gaan doen met deze bronzer, is een klein beetje aanbrengen in onze arcadeboog. Want zo kun je precies, net zoals deze zwarte puntjes, kun je daar heel mooi mee weghalen. Even aftikken en dan kun je er gewoon overheen. Zie je, hij is weg nou. En zoals je ziet creëer je nu ook iets meer diepte in je oog dan aan deze kant. Zo dus. En dan heb je inderdaad die soort puntjes weggewerkt en je hebt wat meer diepte in je ogen. En dat zie je vanaf een afstandje vooral ook heel goed. Dus, en dat is echt, ja, even zo eroverheen en je bent klaar. Dan ga ik dit product toevoegen en dat kan eigenlijk onder je foundation of eroverheen. Ik vind het eigenlijk allebei wel mooi. Maar als je het iets meer zichtbaar wilt, dan zou ik het over je foundation heen dragen. En die doe je gewoon op de hoogste punten van je wangen. En dan blend je het daarna met je spons uit. Meestal gebruik ik dit product wel voor mijn bronzer, want ik vind het fijn om vloeibare producten eerst te gebruiken en daarna eigenlijk pas mijn poederproducten. Maar dit was gewoon, het zit er net boven dus. Op zich ook geen probleem hoor. Kijk hoe mooi. I love it. En ik vind dit dus eigenlijk mooier dan die, echt die glanzende highlighters. Want dan ga ik nu nog een beetje blush aanbrengen. Gebruik gewoon dezelfde kwast voor. Want ik, ja, ik haat kwasten wisselen. Ik gebruik meestal gewoon één kwast voor 30.000 dingen. En deze blush is van MAC.
En dit is Warm Soul. Ik zet trouwens alle producten ook eventjes hier beneden. Want ik heb volgens mij al dingen niet meer opgenoemd en zo. Ik ben daar best wel slecht in. En die breng je dan aan tussen die highlighter die we net aangebracht hebben en die bronzer. En deze blush is gewoon heel mooi subtiel. En als laatste stap kun je dus nog een lipstick aanbrengen. Meestal voor het werk laat ik het dus nu zo, aangezien ik ook een mondkapje moet dragen. Dus ja, dan heeft lipstick niet echt heel veel zin. Maar net zoals vandaag ben ik vrij, dus dan hou ik er altijd wel van om iets van kleur op mijn lippen aan te brengen. En ik vind deze heel erg fijn. Ik weet eigenlijk niet meer of dat ze deze nog hebben. Maar anders zal ik het eventjes met productnaam en zo erbij eventjes in de beschrijving zetten. Want ik weet eigenlijk ook niet hoe die heet. Zo, dat maakt het ook altijd weer even wat frisser, vind ik. En dan zal ik je nu eventjes laten zien hoe ik mijn haar heel snel doe. Want ik hou er altijd wel van als er iets van slag in zit. En van nature zit wel iets van slag in, maar het is voornamelijk gewoon stijl. Dus ik vind het wel mooi om daar een beetje slag in te maken met een stijltank. En dat ga ik je nu laten zien. Nou, mocht ik echt super snel mijn haar moeten doen, dan krul ik eigenlijk altijd alleen de bovenste laag van mijn haar. Dus van die onderkant, vooral met mijn korte haar, zie je het toch niet. Dus dat ga ik nu eventjes aan de kant gooien. Dit is dan hetgene wat ik wel met de steltang wil doen. En dit dan hetgene wat ik niet met de steltang wil doen. Dus ik hou dit even vast en dan zorg ik dat al mijn haar aan de achterkant zit. En dan maak ik dat onderste haar dus eventjes aan de achterkant vast. Maar dan stiek je. Dus dan is dit het haar wat we nog wel gaan gebruiken. Kijk, ik heb dit haar dus gewoon eventjes zo vast gedaan. Dan zit het ook niet in de weg. Ik pak altijd ongeveer zo'n plukje. Dit is niet heel groot hoor, maar ook niet mega small. En dit plukje ga ik dus met de steltang, ja, niet echt krullen, maar een slagje maken. En dat doe ik dus zo. Ik zet het dus op mijn haar en dan draai ik hem zo om. Dan laat ik hem zo los. Nu is dit meer een krul geworden, zie ik. Ik was even afgeleid. Maar meestal komt dit nog wel goed. Zet hem erop, ik draai en dan laat ik het zo. En dan het laatste puntje laat ik eruit. Kijk, en dit is eigenlijk zo'n slag die ik bedoelde. En dit zakt dus straks weer wel uit, zodat het ook wat natuurlijker valt. En dan heb ik deze plukken dus naar achteren gedraaid. Dan ga ik deze pluk naar voren draaien. Dus je pakt hem weer zo vast. Alleen nou, meestal doe ik zo. Met mijn hand naar voren. Nou draai ik hem om. En dan doe ik hem zo draaien. Zo dus. En dan is dit het verschil nu eventjes. En ik laat dit eventjes een beetje afkoelen en dan ga ik hier straks met mijn handen doorheen. Dan doe ik eventjes deze kant. Zo, dan zijn allebei de kanten gedaan. En dan ga ik het eventjes met mijn handen gewoon heel luchtig uitborstelen, zeg maar. Dan krijg je zoiets als dit. En dan ga ik eventjes dat stiekje eruit halen. En dan kun je zien hoe het valt met mijn haar eronder. En die haal ik dan meestal gewoon nog een paar keer door mijn haar wat gekruld is. Zodat het een beetje blendt. En dan zit ze eigenlijk gewoon heel snel op mijn haar. Het is gewoon echt een warrige haarstijl, zeg maar. Alleen, ja, ik vind dit gewoon heel fijn. Beetje slag erin. Niet te netjes, want zo ben ik niet. En ik vind het gewoon heel speels staan. En dan ga ik je nu laten zien welke outfit ik voor vandaag uitgezocht heb.
Het is nou de volgende dag, want ja, ik kom gisteren niet meer aan toe. Het is niet voor niks dat ik deze video maak, want ik had gisteren ook haast. Dus ik denk, nou, dan maak ik het vandaag wel eventjes af. En vaak als ik gewoon een makkelijke outfit aan wil doen, dan trek ik gewoon een basic t-shirt uit de kast. Een basic jeans. En dan doe ik daar bijvoorbeeld gewoon een leuk jasje op. Dat is eigenlijk het eerste wat ik uit de kast pak als ik gewoon leuk verzorgd en ja, gewoon wat meer fashionable uit wil zien, zeg maar. Maar ik heb ook heel veel dagen dat ik gewoon lekker een trui pak en dat gewoon op een spijkerbroek doe of op een flarebroek of weet je wel, echt comfy. Dus ja, het is maar net hoe het valt. Maar ik vond dit wel een heel leuk lookje vandaag. En dat doe ik dan of met Dr. Martens onder of gewoon witte sneakertjes. En dan ben ik gewoon aangekleed voor de dag. Meestal doe ik er ook nog gewoon een leuke ketting bij of zo. Dus gewoon om het nog een beetje op te fleuren. Maar als ik echt haast heb, dan gaat dat er natuurlijk ook niet bij. En omdat het de volgende dag is, kan ik je ook laten zien hoe mijn haar uitgezakt is. Want ik doe dus gewoon een aantal dagen met deze haarstijl. En nu heb ik een beetje de voorste plukjes nog opnieuw gekruld. Maar de rest is gewoon allemaal nog zoals ik het gisteren had gekruld. En dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een leuk video vonden. Het is een keer wat anders dan wat ik normaal doe. Alleen ik vond dit ook wel heel erg leuk. En ook omdat ik wat vragen kreeg over mijn make-up en over mijn haar, dacht ik van, gooi het allemaal in één video. En dan kunnen jullie er gewoon lekker kijken. Doe eventjes een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En vergeet ook niet te abonneren hieronderin, want dan help je mij. En dan komen er weer nieuwe mensen die mij zien. En dan zie ik jou hopelijk weer de volgende keer. Doei doei!